Het allerbelangrijkste moment is eigenlijk de start van zo'n project. Ik heb het op dit project ooit vergeleken met verspringen. De aanloop en de afsprong, die bepaalt eigenlijk waar je ergens terecht komt. Want onderweg bijsturen is heel erg moeilijk. En de start van zo'n project begint eigenlijk al in de tender. Op dit project bijvoorbeeld hebben we met de belangrijkste mensen vanuit de tender ook door kunnen werken in de uitvoering. En dat is natuurlijk ideaal. En in het andere geval zijn zeker de transfer meetings heel erg belangrijke momenten om een goede overdracht te krijgen tussen tender en de projectfase. Een ander belangrijk moment is de opstartfase, waarbij je de organisatie gaat neerzetten, de juiste man op de juiste plek. En in die fase leg je ook het eerste klantcontact, bouw je de relatie met de klant op. En anderzijds ga je het werk, je organisatie inrichten, het kwaliteitssysteem gaan inrichten, veiligheidsbeleid opzetten en ook de financiële bewaking gaan structureren. Een ander belangrijk moment is uiteraard de oplevering. En wat daarbij van belang is dat je daar vroeg genoeg aan begint en vroeg genoeg daaraan denkt. Begin with the end in mind. Want de bedoeling is bij de oplevering dat je na de oplevering ook gelijk een punt kunt zetten achter het werk. Tussentijd zijn er uiteraard ook belangrijke momenten. Wij hebben hier op dit project een aantal milestones bepaald die het team helpen om te focussen en ook om in de motivatie. Hier waren dit bijvoorbeeld de inrijdoperaties van de stalen bruggen. Ontwerp en uitvoering gaat in mijn ogen in elkaar over. Je hebt niet echt een einde van het ontwerp en begin van uitvoering. Want ideaal is als het uitvoeringsteam in het ontwerp kan meedenken en als ook het ontwerpteam doorgaat tot tijdens de uitvoering. Naast de veiligheid hebben we hier op dit project nog drie succesfactoren bepaald. Allereerst stick to the plan, ten tweede excellente voorbereiding en ten derde samenwerking. Het stick to the plan is van belang om verstoringen tijdens de uitvoering te voorkomen. Je hoeft niet krampachtig vast te houden aan je plan. Uiteraard moet je openstaan voor opportuniteiten en mogelijke verbeteringen. Maar anderzijds heb je wel stabiliteit nodig. Excellente voorbereiding is uiteraard ook van belang om weer die verstoringen te voorkomen. Op het moment dat je buiten begint moet je goed voorbereid zijn. Proberen in één keer goed uit te voeren. Hier op dit project heeft BIM ons daarbij geholpen, want ons BIM-systeem heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk op voorhand virtueel konden oefenen. En samenwerking is uiteraard van belang binnen een team tussen ontwerp en uitvoering, maar zeker ook daarbuiten met de klant en sterker nog ook met de ondersteunende diensten vanuit onze eigen groep. Die kunnen ook een belangrijke toegevoegde waarde hebben op het project. De klantrelatie is heel erg belangrijk. Eigenlijk het resultaat van een project is een simpel rekensommetje. Je hebt de inkomsten, je hebt de uitgaven en wat er overblijft, dat hou je over op zo'n project. De inkomsten, je start met het budget, met al de rest wat erbij komt aan inkomsten tijdens zo'n project, komt van de klant. Vandaar is het heel erg belangrijk om de klant goed te snappen en te kijken wat voor hem nu waarde heeft. Daarnaast heeft de klant ook een grote impact op de uitgaven, want aan de uitgavenkant elke discussie met de klant over kwaliteit, veiligheid, planning leidt tot extra kosten en dat moet je ten alle tijde zien te voorkomen. Tijdens zo'n project is de monitoring van een aantal onderdelen essentieel. De belangrijkste zaken om te monitoren zijn kwaliteit, de veiligheid, de kosten en de planning. En als projectmanager is het natuurlijk handig als je daarbij dashboards kunt gebruiken waarbij je in één oogopslag ziet hoe gezond je project is. Daar zijn uiteraard een aantal hulpmiddelen bij en met de digitalisering wordt het steeds makkelijker om daarvoor tools in te zetten. Bij dit specifieke project maken we gebruik van de Lean-methodiek om grip te houden op onze planning. Daarnaast gebruiken we Let's Build en Relatics om goed de kwaliteit en de veiligheid te monitoren. En de kostenbewaking is nog een beetje old school, doen we heel veel met Excel, maar soms is dat ook de beste manier. Tegenwoordig zijn we in Nederland aan het zien om bijvoorbeeld met behulp van Perform meer grip te krijgen op de manurencontrole. En die gaan we ook meer en meer op onze projecten gaan toepassen. Het is belangrijk dat iedereen in het team een stukje verantwoordelijkheid krijgt en zich geëngageerd voelt voor het eindresultaat. Vervolgens moeten mensen zich durven uitspreken en ook de mogelijkheid krijgen om dingen in de groep te gooien.
Dit bereik je door mensen niet af te rekenen op resultaat, maar vooral aan te moedigen en de mensen te waarderen voor de inzet die ze plegen. Op die manier bereik je dat je niet steeds brandjes gaat blussen, maar dat je in controle blijft op het project en dat je de dingen vroeg genoeg ziet aankomen. Aan het einde van het project maken we uiteraard ons einde werkdossier op, waarbij we gaan reflecteren en de lessons learned die we op dit project opgedaan hebben gaan delen. Maar uiteraard is het van belang om dat ook gaandeweg te doen. Op die manier proberen we wat we hier leren voor iedereen zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen, dat we in de rest van de organisatie gelijk de lessen kunnen meenemen.